Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van No Limits 2. En we gaan vandaag ook weer drie vette achtbanen bereiden en beoordelen. En we gaan vandaag ook weer naar twee pretparken. Maar over dat eentje moet ik het even hebben, maar we gaan even de naam overlopen. We gaan deze volgende coaster bereiden. Dragon Park, ja, Dragon, tweede achtbaan. De Space Mountain en de Smiler. Het enige probleem met de Smiler is, ik heb hem op voorhand al geprobeerd te laden. Maar dat deed hij niet. Hij bleef op een bepaald moment gewoon stil hangen met laden. Dus we gaan uit de library hier een coaster kiezen. Savage, die we dan in de plaats doen van de Smiler. Ik denk dat dat deze wordt. Deze, dat is een van de nieuwste van de, ja, van de nieuwere. Maar we gaan even beginnen met naar de juiste, verkeerde map. Even terug naar het mapje te gaan. En we gaan gewoon beginnen met Dragon. Ja, met de Dragon Coaster, zo heet die volgens mij wel. Dragon Coaster. Back and far from home. En ik kwam toch wel in de buurt Blue Dragon Ride. The Ride, dat is de naam van deze coaster. Dat is niet de Dragon, maar Blue Dragon Ride. Het is een hangende achtbaan zoals we zien. En hij gaat hier over het water met sproeiers. We moeten nog even wachten op de Sand Scripts. En daar zijn die dan. Oké, we moeten nog instappen. Ja, we gaan gewoon netjes instappen natuurlijk. Klik verkeerd. Ik heb het geluid zo zacht mogelijk gezet, jongens. Het zit bijna helemaal op het zachtste. Dus, omdat vorige week kwam ik er wel achter dat het best hard stond. En dat jullie dus mij niet verstonden, of ja, toch niet echt hoorden. Nou ja, daar kwam ik dus ook achter tijdens het editen. En ik hoor hier al een geluid, maar dat is dus hier de Freefall Tower, jongens. Die gaat hier dus omhoog. We wachten even nog wat op de poortjes. En hij gaat al veel sneller omhoog nu. En daar kunnen we instappen. We zijn natuurlijk niet voor die Freefall gekomen, maar voor Blue Dragon The Ride. We gaan even de speedsal pakken. We kunnen hem niet meer zien nu, de Freefall, maar zo te horen is hij bijna boven. We wachten op de poortjes. Ik hoor hier ondertussen de achtbaan. Ik zie hem daar in de verte en de poortjes zijn dicht. Dat betekent dat wij erin zitten en het platform naar onder zakt. En wij gaan de Blue Dragon bereiden. We gaan omhoog. Nog een redelijke hoogte. In een nieuwe hangende coaster. Vorige week hebben we natuurlijk de Black Mamba gedaan. Fantastische coaster uit Fantasialand. Ik zie hier in de verte trouwens een heel groot reuzenrad staan. En een, de omgeving is toch wel mooi. Goed, ik heb er zin in. We zijn bijna boven. Maar dan gaan we naar onder storten. Dus kijk hoe snel dit beestje gaat. Hoe snel deze draak, hoe snel deze blauwe draak ons dus naar onder gaat brengen. We zullen het zo snel mogelijk te weten komen. We gaan naar onder met een snelheid van maar liefst einde 90, bijna 100 km per uur. Gaan we onder de grond. Maken al de tweede inversie. We gaan over het water heen. Die sproeiers komen zelfs naar boven. We houden echt constante snelheid. Holy shit. We gaan tussen de rotspartijen. Wauw. Allemaal moeten uitmeten dan. Wow, er kwam zelfs vuur. Holy. Kwam daar nou vuur? Volgens mij kwam er vuur. We gaan een cobra hol in. Er kwam volgens mij gewoon vuur. Hier is weer water. Er kwam gewoon vuur, jongens. Dat is super vet. We gaan daar even naar kijken. Een klein stukje remmen. Om vervolgens weer gewoon verder te gaan. Langs de freefall maken we nog een inversie. En dan denk ik dat we nu stilletjes aan bijna aan gaan komen. Nee, ja, bijna. Maak hier de laatste bocht rond de freefall. En dan zijn we aangekomen. Een heel erg vette coaster, jongens. Zeker weten. Oké. Jongens. Omdat we toch bezig zijn, gaan we gewoon even kijken. De freefall gaat vallen. Ja. En dan zijn we onder. Maar ik zag dus wel degelijk. Kijk hier. Gewoon vuur, jongens. Dit vond ik een heel awesome stukje.
dat er vuur kwam. Volgens mij kwam er hier ook wel vuur uit deze rotspartijen. Maar daar ben ik niet zeker van. Maar je hebt dus hier ook die sproeiers. Die spuiten. En dat vuur vond ik super vet. Ik wil dat heel even op beeld hebben. Ik wil het eigenlijk gewoon zelf eens zien ook hoe het eruit zag precies. Even kijken waar het weer was. Volgens mij ben ik op de verkeerde plek aan het kijken. Of was het hier? Die sproeiers zijn ook heel vet, jongens. Kijk, daar gaan dadelijk sproeiers. Ja, dat is uit heel veel werk om dat allemaal in te stellen. Maar ik wil gewoon dat vuur even weten. Volgens mij was het hier op dit stukje. Karretje komt eraan, dan zagen we weer de sproeiers. Volgens mij komt nu het vuur. Kijk jongens, gewoon vuur bij een achtbaan. Riskant, maar heel erg even. Ik vind het een heel mooi park trouwens. Ja, mooi afgewerkt met attracties en top. Meer heb ik er niet op te zeggen. Top, hier staat nog vuur. Twee stukken met vuur. Deze heb ik volgens mij niet eens opgemerkt. Maar goed, we gaan verder met de volgende. En dat is natuurlijk de Space Mountain uit Disneyland Parijs. En daar gaan we jongens. Space Mountain van Disneyland Parijs. Ik zal hem even pauze zetten, want ik heb stiekem al gehoord dat er muziek bij zit. Dus ja, valt eventjes niet te missen. Die muziek moet erbij. Dat de ride anders niet meer klopt. Daar gaan we. De Space Mountain in Disneyland Parijs. Ik heb hem nooit gedaan. Dit is gewoon de eerste keer dat ik hem nu zie in No Limits. En natuurlijk in Disney Craft heb ik hem ook gedaan. En dit kennen we uiteraard, een stukje Disneyland ook, Disney Craft. Oh. En daar gaan we. We zijn vertrokken jongens. De Space Mountain. Uit Disneyland Parijs. We maken een grote bocht. We gaan over de kop. We gaan er door een tunnel heen. Dat is wel heel raar effect. Stukjes tunnel. Stukje ruimte. Gaan we weer door een tunnel heen. Heel episch met de muziek ook. Gaan we weer over de kop. Een kurkentrekker. En dan gaan we verder met een stukje lift hill. Ik weet niet of dat denk ook zo is, denk het wel. De comments die ik gelezen heb waren te positief, dus ja. Dus mij klopt het wel allemaal jongens, ook de muziek getimed. We zijn er onder deze lichtbogen. Het jammer is dat we de hele baan zien, dat vind ik dan wel weer jammer. Dat kan je eigenlijk in principe afwerken door het buitennacht maken in de map. Maar dat was hem jongens, Space Mountain. Met een dubbel station, zoals in het echt natuurlijk. Voilà, ik ga er heel even invliegen. Dus hier zien we dan het afdakje van de lounge. Ik vind het ook wel een beetje jammer dat de hal niet zo gemaakt is zoals in het echt, maar dat is veel werk. Dus ik heb al van waar komen deze dingen trouwens? Deze lichten komen ergens van trouwens, volgens mij van een attractie uit de Custom Scenery. Dacht volgens mij wel. Maar heel vet gemaakt jongens. Heel vet. Ik heb deze attractie nog nooit gedaan. Ik wil hem wel ooit een keertje gaan doen. Tuurlijk. Maar wanneer? I don't know. Hij is terug open. Maar goed jongens, dit was de Space Mountain. En zoals ik dan gezegd heb, gaan we in de library de Vanir doen. En dat is dus een ride rated by set. Ja. Oké, met use van suppose een element voor scenery. Jongens, we gaan gewoon de Vanir doen. Als afsluiter van deze aflevering. En de afsluiter voor aflevering 35 alweer.
de Fenner. We krijgen hier onmiddellijk een launch van 94 km per uur. En we gaan verder. Over de kop geweest, we maken hier hetzelfde element, maar dan een beetje met een bocht extra. Maken we hier een grote bocht rond een heel stukje bos. Heel mooi afgewerkt trouwens. We gaan over het water heen. We gaan heen en weer de hele tijd. Maar een heel vette baan, dat wel. Hij ziet er super vet uit. We maken weer een, ja, weer een versie. Ik zit met mijn hoofd draaien, weet je maar, oké. En dan komen we alweer aan. Zo snel ging het, jongens. De Fenner. Of Fenrir, sorry. Zo is het. Fenrir. Ja, jongens, hier is hij. De Fenrir. Hij is dicht begroeid met bos. En ik vind het wel jammer, kijk, hij maakt hier een wachtrij, alles erop en eraan. En nog laat hij ons niet al lopend starten, zodat wij die wachtrij moeten doen. Ik wil hem heel even aflopen gewoon. Kijk, hij heeft het hier zelfs dicht gemaakt, zodat we niet de lange wachtrij hoeven te doen. Dus ik kan hem heel even aflopen, misschien komen we wel nog langs de korststukjes ofzo. Ik vind het heel erg vet gemaakt. Kijk, we komen hier langs. We gaan hier naar nieuwe soort, of nieuwe kleur hekjes. En dan komen we hier aan, volgens mij bij het station. Nog een stukje doorlopen. En dan was hier inderdaad het station. En dan had je volgens mij ook gewoon de uitgang, maar die was volgens mij gewoon rechtstreeks gemaakt. Zelfs bakken voor stukken of voor tassen in te doen. Hier volgens mij Photoshop of wat is dit? Is dat Photoshop? Ja, of een kledingshop. In ieder geval een shop. Jongens, dit waren alweer de drie coasters voor deze aflevering. Dat is een moeilijke keuze, want het zijn er drie heel vette coasters. Zowel de Fenner als de drie coasters van de die ik gedownload heb. Ik open de verkeerde map. Jammer van de Smiler, maar goed, we respecteren ook even het ongeval. Maar ik wil hem wel een keertje doen, want ik weet niet precies hoe die baan gaat. En ik wil hem wel doen in een aflevering. Komt wel in orde. Nu moet ik natuurlijk nog de beslissing maken van de eerste, tweede en derde plaats. Ja, ik denk dat ik de Blue Dragon, de Ride, die ga ik op 1 zetten. Fenner op 2 en de Space Mountain op 3. Space Mountain is natuurlijk wel een bekendere coaster. En de Fenner vind ik een heel... Dat is zelf verzonnen. Hetzelfde met de Dragon is ook zelf verzonnen, Blue Dragon. Maar ik vond de Space Mountain niet slecht. Ik vond hem heel vet met de muziek, alles erop en eraan. Zeker weten, een aanrader is ook gemaakt door... Volgens mij gemaakt door dezelfde als die van de Black Mamba zou kunnen. Dat was ook een Robin, maar dat was Robin Tycoon 3. Nee, dat zijn voor twee verschillende. In ieder geval, dit was de aflevering alweer. Hopelijk vonden jullie het leuk. Vergeet zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal voor meer vette video's. En dan zie ik jullie heel graag terug bij een volgende video. Later!